Ja. 76 kilometer. De equipe neemt de laatste horde in Valkenburg. Toeret de Belen. Een oorverdovende ervaring. Dit is het Bloer en Weegjournaal van week 23 met Ronnie en Levi. Afgelopen zondag 3 juni was de laatste training, ook wel de koninginnenrit genoemd, voor de beklimming van de Mont Ventoux. 76 kilometer fietsen over de heuvels van Limburg. Als klap op de vuurpijl werd het nieuwe klimshirt getoond. De reden dat we hier zijn vandaag is de afsluiting van een intensieve trainingsperiode van Equipe Mont Ventoux 2018. Tegelijkertijd de generale repetitie. De laatste krachtmeting voor de beklimming van volgende week. Wat er vandaag gaat gebeuren is, we maken dadelijk een hele grote groepsfoto van de 400 deelnemers. Dan wordt de klimshirt wordt onthuld. En dan gaan we de koninginnenrit, de Equipe Mont Ventoux rit, 76 kilometer lang gaan we fietsen. En daar zitten een kleine 1000 hoogtemeters in. De deelnemers fietsen vandaag niet in het klimshirt. Hij wordt alleen onthuld vandaag. Hij is alleen bedoeld voor de beklimming volgende week. En dan wordt hij ook echt pas uitgereikt. De deelnemers mogen uiteraard het shirt houden, want het is naast natuurlijk fietsshirt, is het ook een aandenken aan die dag en aan de prestatie die ze geleverd hebben. Dus uiteraard mogen ze hem ook zelf houden na afloop. Ik heb hem nog niet gezien, maar het lijkt me wel leuk om die aan te hebben. Ja, ik vind altijd wel dat ze er mooi werk van maken en echt een collectors item. Die ga je dan ook zeker wel waarderen als je straks bovenaan bent en op een ander toertocht je het shirt aan hebt, dan denk je nog weer terug aan een mooie herinnering. We zijn 7 jaar begonnen met 19 deelnemers, het jaar daarna 120, toen zijn we naar bijna 400 gegaan en we hebben al nieuwe deelnemers voor volgend jaar. Ja, ook Plurijn die groeit mee, net wat John zegt. We zijn begonnen met een deelnemer of 40, afgelopen jaar is Intermezzo daar ook bij aangehaakt en we zitten nu zelfs op de 140 deelnemers. Dit is de laatste training, hierna worden ook alle fietsen ingeleverd, die gaan dan de vrachtwagen in en die gaan dan alvast richting Frankrijk. Dus het materiaal is ook weg om de aankomende weken te trainen. Wat ze moeten doen komende week, vooral niet fietsen, dat kunnen ze niet, maar we zeggen altijd niet fietsen of niet trainen is ook trainen in ieder geval. Dan hebben ze een rustperiode, als ze deze training gehad hebben, zijn ze er klaar voor in ieder geval. Dat was echt een leuk filmpje, nou heb ik zelf ook zin om te fietsen. Zaterdag 2 juni was er de lauwverwachte toerrit de Belen. Zo'n 100 glimmende bolides maakten een tocht door de regio. Met op iedere passagiersstoel 1 jongere. Niet alleen jongeren van de Belen reden mee, maar ook jongeren van andere Plurijn-locaties. Onze collega's van Hoenderlo TV maakten de volgende beelden. Hoe vind je dat? Ja, ik vind het echt nice. Echt nice, hè? Ja, heb jij al een keuze gemaakt? Welke auto? Ja, ik denk die Porsche. Die Porsche? Die vind ik wel echt mooi. Die is ook heel gaaf. Heb je al ooit een Porsche gezeten? Nee, geen één keer. Oké, nou cool. Veel plezier dan. Ja, dankjewel. Hey, wat heb jij voor vette bak gekozen, Jel? Ik heb Black Force genomen, omdat ik het gewoon een hele mooie oldtime vind. En ik heb al een keer op video gezien dat deze dingen best hard kunnen. Kijk eens op de teller, hoe hard kan die? Ik zie het verschillende. Ik zie eentje van 80 en eentje van 260, maar waarschijnlijk zit die van 260. Zo, maar goed dat je geen pet op hebt dan. Hey Leffie, dat waren echt mooie auto's in dat filmpje. Ja, hè? Vond ik ook. Ja. Hey Ronnie. Ja? Heb je dat artikel van Dylan Haaks gezien? Ja, inderdaad. Vooral dat stuk waarin een jongen vertelt dat hij pizza besteld had in de klas en toen werd hij naar huis gestuurd. Er is weer een nieuwe uitgave van het magazine Sterk. Er staan leuke nieuwe onderwerpen in, zoals... Henk en Dennis op visite bij een YouTube-held Dylan Haaks. 3000 kilometer fietsen van de Noordkaap naar de Doorn. Het toekomstplan van Marco en Peter. En nog veel meer. Lees dus. Volgende week staat helemaal in het teken van de Equipe Mont Ventoux.
Ook wij sturen een cameraploeg mee. Tara, Marijn, Wietse, William en Wim maken diverse nieuwsflitsen vanuit Frankrijk. Kijken dus. En minister Hugo de Jonge is op Werkenrode Jeugd en Kemnade. Om te praten over carrière switches verder in de agenda. Wil jij de beste gamer van Nijmegen worden? Of vind je gamen gewoon hartstikke leuk? Doe dan zaterdag 9 juni mee met de gamecompetitie in Bibliotheek de Byzantijn in Nijmegen. Dit was het voor een weegsnel van week 23. Hou vooral onze socials in de gaten en tot volgende week. Doei! Doei.